Hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan dus een mooi projectje doen in Muidenberg. En dan gaan we nu alvast beginnen. Eigenlijk gaan we in februari beginnen ermee. We gaan nu alvast een pergolaatje zetten. Omdat we de plant moeten snoeien. En dat is nu een goede periode voor. Jimmy is alvast eventjes de oude pergola uit elkaar aan het halen. Dat is wel een leuk werkje, want de druif en de roos, die moet zo veel mogelijk heel blijven. Leuk klusje, Jim. Super. Dit is de nieuwe pergola, dus die ga ik nu even in elkaar zetten. Hoi, bril op. Ik had mijn bril niet op. Oei. Trachten. Het is niet arbeidstechnisch. Nee, hè? Nu wel. Maar goed dat je het zelf... Nou, ik zie het zelf, gelukkig. Ja. Doen, Jim? Kijk, hè. Anders horen we niet. Je hoort me niet. Ik ben het gat aan het graven om te zorgen dat we zo meteen al hierin kunnen zetten. Ik probeer de wortels van de druif heel te houden. We moeten straks onderdoor. Oh jee, dat wordt spannend. Nou, dan gaan we goed komen. We gaan dus hier eventjes wat tegeltjes neerleggen waar deze komt te staan. Dan maken we met tegels eromheen een bekistingje. Dan doen we daar nog snel beton in. Gaat die nooit meer weg. Als we hebben de voeten op tegeltjes gezet. Pergola. Die staat nu helemaal waterpas. Dus dat zit er lekker in. Jimmy is lekker aan het knutselen nu. Ja, net als toen de klein was. Ze maken eigenlijk even een klein soort van bekistingje. Waar we het beton willen hebben. Dus ik ga nu even het beton mengen en dan kunnen we het erin gieten, toch? Dan staat die steek vast straks. Zo. Water, alsjeblieft. Het schijnt als je er naar luistert, als je dan kan horen of het eruit komt. Shit, te diep. Nog een zakje. Nou, hier zie je beton. Ze gaan het hard worden. En nu even de struiker er nog in snoeien. Vastbinden. Ik heb allemaal doortjes in mijn vingers. Fina, zoek man. Oh, ik heb pijn doet. Ja, God. Dat is waar. Dit klusje zit erop. Thank you.
even minigolven. Ja, dat is goed. Wil je graag zo voelen? Lekker door de blaadjes heen graag. Wat vind jij er nou van, Jarre? Heel naar. Kijk, op die regenachtige dagen worden je petje en je muts worden helemaal zeiknat. En aan het eind van de dag wil je ze wel een beetje kunnen ophangen in de auto. Dus daar zijn we nu voor aan het zorgen. Laten zien. Ja. Het is droog, hè? 1 uur later. Nou. Droog het nog? Of ik heb het eigen man. Hé? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Ik snap het niet. Moeten we eerst lezen? Misschien wel, hè? Ja, dat denk ik wel. Ziet u, dames en heren, zo makkelijk hebben wij het niet als hovenier. Nou, test hem eens uit. Hang je petjes op. Oh.